Een bijzondere gast vanmiddag bij Theater De Spiegel in Zwolle. Koningin Maxima woonde een concert bij van het Nederlands Symfonieorkest. In het publiek zaten met name kinderen van basisscholen uit Zwolle en omgeving, Nederlandse kinderen en kinderen uit asielzoekersgezinnen. Ze deden allemaal actief mee. Het concert is een onderdeel van het project Samenspel van Vluchtelingenwerk Nederland. En zij hebben op scholen, op asielzoekerscentra, hè, want het zijn ook vluchtelingkinderen, hebben zij geoefend met het meeklappen en ritmische dingen doen, dansjes, om straks onder de muziek van Mussorgsky ons iets prachtigs te laten zien wat ze geoefend hebben op school. Dat oefenen gebeurde onder meer op basisschool Het Palet in Almelo. Ik kan wel alles vergeten door het samenspel. Ik voel zich dan prettiger dan in AZC zo blijven asielzoeken. Alle kinderen hebben een verleden, wat niet altijd even makkelijk is. Eigenlijk heeft elk kind een verhaal te vertellen. En dat kunnen ze even vergeten. Ik denk er gewoon niet aan. Je denkt gewoon alleen lekker aan muziek maken? Ja. Nou, heel veel bewegen, lekker los. Veel leuker dan taal en rekenen, hè? Eigenlijk wel. Als je de taal nog niet kent, dan denk ik dat muziek het enige is, een spel wat bindt. Kinderen gaan zich daar rustiger over doorvoelen. En ze kunnen even de wereld verliezen waar ze eigenlijk letterlijk in zitten. En dat deden ze ook in Theater De Spiegel in Zwolle. Donderdag treedt het Nederlands Symfonieorkest nog een keer op, samen met kinderen. Dit keer niet in Zwolle, maar wel in Enschede. En helaas zonder de koningin.